Het doel van sporten. We beginnen nu met die presentatie van ja, waarom zou ze eigenlijk moeten gaan trainen. Trainen, ja, dat is schat voor... Ja, het Keinemars is altijd bedoeld voor ongetraind te lopen. Nou, dit jaar loop ik hem zelf voor de 38e keer. Ik durf hem niet ongetraind te lopen. Ik ben best wel gek als ze dat is. Maar goed, oké. Okay. Degene die het wel doet, is niet gek. Hè? Maar dat is hier voor de presentatie en dat is in principe al een training. Laat ik het zo zeggen. Dat ze hier is, is in principe al een training. Nou, sport is een middel om de gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk te bevorderen. Ik vergelijk een wanjelaar altijd met een Formule 1 team. En een Formule 1 team bestaat uit een coureur, uit een auto, uit engineers die er allemaal omheen staan. Allemaal engineers wat allemaal ervoor zorgen om die prestatie te realiseren. Maar wat doet de wanjelaar of de sporter? Dat is alles in één. Dat is en de coureur, en dat is de auto, en dat is de engineer. Die moet alles zelf managen om alles goed gerealiseerd te krijgen. Doet ze dat zo, dan is wandelen een van de schoonste sporten die er is. Ik ben zelf een wandelgroepje aan het voorbereiden voor de Kennedy Mars. En die ben ik nu echt aan het drillen, aan het doordringen. Doordringen dat die eerste 10, 15 kilometer super belangrijk zijn. Dat ze rustig blijft, rustig. Ga ik vooral niet met de ganse troep met. Want doe best nu met ons gezellig groepje best gewend. En met zo'n kein. En voor trainen op hartslag. Maar daar komen we dadelijk op terug. En als ze dadelijk met zo'n groep met geest. De kein was daar luptige weg. En op een gegeven moment. Het lupt niet allemaal weg. Ik kom te langzaam. Ik haal het niet. Dat is ook het gevaar van de ganse Kennedy Mars. Doe wordt met gezorgen met de rest. En terwijl ze zelf. Shit, het geeft me geen te hel. Maar ik moet hierbij blijven. En als ze dat maar nog 5 kilometer zijn, zo en nu stoppen en nu is het hel genoeg geweest, dan gaat het goed. Maar als het dat pas nog 20, 25 kilometer is, de Kennedy Mars begint pas nog 50 kilometer. Alles van tevoren is maar warm lopen. Nou, de verschillende trainingsmethodes is lid worden van een vereniging, zelf trainen. Er zijn verschillende kilometers per uur, minuten per kilometer, op tijd, calorieën of op het gevoel. Trainen met behulp van hartslag. Schema's van internet. De uitvoering. De zekerheden van de voorbereiding moeten je niet helpen om de prestatie succesvol te volbrengen. Dus als je goed traint en je voert het uit tijdens de Kennedy Mars, dan moet het goed zijn. Tijdens een training ga je eigenlijk het lichaam kapot maken. Je gaat eigenlijk wat kapot maken. Want meestal ben je na een training moe en ik lig op de bank. Dus je hebt eigenlijk het lichaam kapot gemaakt. Daarna komt het herstel, want er wordt wat opgebouwd. En wat doet het lichaam dan? Die gaat zich extra herstellen. De hartslag, die geeft altijd ik aan. Of het nou 5 graden onder nul is of 30 graden. Ik heb 2 jaar geleden heb ik een jongen begeleid. Jullie zagen toen straks dat van 100 man, 100 kilometer lopen binnen 11,5 uur. Die had de Kennedy Mars, was hij tweede geworden in 8 uur 44. Dus ik zei tegen hem, hey, jij kunt 100 man worden dit jaar. Ja, maar die dag, is maar 1 dag in het jaar, kon hij dat worden. Maar om 12 uur starten wou zeggen dat het 's middags 37 graden zou worden. En ik zei tegen hem, is dat wel verstandig? Ja, Victor, ik heb nog nooit 's nachts gelopen. Ik wil om 12 uur starten. Ik zeg, ja, dan gaan we om 12 uur starten. Ook het probleem met die jongen. Ik zei, Victor, ik haal het niet. Ik zeg rustig aan. Deze uren moet jij gewoon rustig lopen. Jij houdt je aan je opdracht. 145 is 145. Maar Victor, ik loop maar 8 km per uur en ik moet 8,5 km per uur. Ik zeg ja, ik weet het, maar het kan niet, want het is 37 graden. Nou, na 6 uur werd het toch wat kouder, bla bla bla. Hij kon het weer oppakken, hij kreeg de man met de hamer kreeg hij niet te pakken. Hij kon, in die tussentijd kon hij goed eten en drinken, bla bla bla. En hij had het gehaald met 4 minuten voorsprong. Dus hij haalde 11 uur 26, dus hij was net op tijd binnen. Dat is eigenlijk de hele shows waarom een hartslag, dat is een primaire indicatie van je lichaam. En alle anderen zijn allemaal afgeleiden. Ik loop zelf... Die 220, dat is die groene, dat is degene die onder wegzakt. Dat is de 220 min je leeftijd. Dat is altijd de formule waar ik het op doe. Waarom?
is de simpelste. Zelfs onder het trainen kan ik die formule gebruiken. Wat is je leeftijd? Oh, 220 min 30, dat is 190. 80% is 80, 72. 152 mag je lopen. Oké. Okay. Wat is je hartslag nu? Ja, 160. Dus langzamer. Of 130, hey, je mag wat harder. Dus dat is voor mij een hele simpele. Maar als er nu mensen naar mij toe komen, nooit gesport, ik ken ze niet. Het is altijd maar de kat uit de boom kijken van wat heb ik in de kuip. En ze hebben zelf nog nooit sport gehad. Zal ik met eentje die 60 is, zal ik de 220 minder leeftijd pakken. Waarom? Waarom zou ik die hartslagformule pakken en niet degene die daarboven zitten? Is de meest veilige. En hetgene wat ik al in het verleden gedaan heb, is van probeer wel veilig te zijn en probeer blessurevrij te blijven. Probeer dit. Het gaat erom dat je continu 3 keer per week kunt trainen.